Staat verboden toegang. Ja, wil je €250 winnen of niet? Ja, zeker. Drie spelers, drie challenges. Wie wint €250? Goedendag. Hallo. Heeft u interesse om mee te doen aan de speciale VIP-tour? Ja, graag. Dat lijkt me wel gezellig. Dan mag u voor mij even het geluid testen. Ja, hallo, je zit in de Silent Quizco en je kan €250 winnen. Maar niemand mag weten dat je meespeelt. Als je mee wilt spelen, draai dan even een rondje. Leuk dat je meedoet, heel goed. Ga naar het grote plein zonder dat iemand het doorheeft. Ja, even buiten het geluid testen. Jongens, ik moet heel even nog bij de kast halen. Ik moet even naar buiten, even naar de wc. Ja. Wil jij ook kans maken op €250? Blijf dan kijken, want ook deze aflevering heb ik weer een vraag voor je waarmee jij kan winnen. Voor jouw eerste challenge beginnen we met een oer-Hollandse traditie. De Polonaise. Start hier op het plein een Polonaise, maar niemand mag doorhebben dat je meedoet aan de Silent Quizco. Oh, hemel. Meneer, heeft u zin in de Polonaise? Oh, nee, nee, nee. Nee? Willen jullie mee de Polonaise lopen op het draaiorgel? Is het voor het programma? Ja, voor... Nee, Pita, verzin iets. Opnames hier op de... Pita, je mag dus niet vertellen dat je meespeelt in een geheime quiz. Nee, Dus daar gaat je €250. Ik had er zulke leuke dingen mee kunnen doen. Maar ik wens je wel nog heel veel plezier in het museum. En dit is je kans, ja. Er komen nu heel veel mensen aan. Hij vraagt het gewoon niet eens meer. Mag ik gewoon even de Polonaise een beetje doen? Ja. Hier komt jouw vraag. Wat is het huidige wereldrecord Polonaise lopen? Zijn dat meer of minder mensen dan 3500? Ik denk dat het minder is dan 3500. Het is korter dan 3500. Dat is het goede antwoord. Gefeliciteerd. Yes. Je mag door naar de volgende ronde. Dit is een stukje Amsterdam in het Openluchtmuseum. En daar staan natuurlijk allemaal oude fietsen. Voor de tweede challenge moet jij er eentje stelen. Daarvoor heb je de code nodig van het slot. En die code kan je vinden door dit raadsel op te lossen. Je tijd gaat nu in. Oké. 11 keer 11 is 4, oftewel 2 kwadraat. Wow. Zoiets, ja. Ik zie 11 keer 11 is 4, dus dat zal 1 plus 1 is 2, maal 2 is 4 zijn. Nog 20 seconden, Remco. Dat is zo, jee. 2 keer 2 is 4, dat is 4 keer 4 is 16, dus dan is dit 10 keer 10 keer 10. 10 keer 10 keer 10, dat is 100.000. Nog 10 seconden. Is 1000. Haast je naar het slot. Kom op, kom op, kom op. Gaat die open? Martijn, gaat die open? Ik denk dat het 1000 moet zijn. Die mensen staan wel te kijken, let op dat je niet betrapt wordt. Ja, dat is het goede antwoord. Yes. Kijk, die mensen kijken. Ja, is open. Perfect, dan mag je hem meenemen naar de wasseretten. Oké. Okay. Kijk, die mensen om je heen, die kijken je allemaal. Wat ben jij nou aan het doen? Ja, dat is niet echt een goede dief zo, hoor. Remco, je bent echt de slechtste fietsendief die ik ooit gezien heb. Maar je bent wel door naar de finale. Welkom in de finale. We gaan de vuile was buiten hangen. Hier in dit veld liggen spandoeken met verschillende momenten uit het kanon van Nederland. Staat verboden toegang. Ja, wil je €250 winnen of niet? Ja, zeker. Je krijgt van mij 30 seconden om deze momenten in de juiste chronologische volgorde te hangen. Oh, helemaal. Ingewikkeld hier al. Je tijd gaat nu in. Oké. Even kijken. Kom op, kom op. Het gaat om het geboortejaar van Van Gogh. Dan ga ik voor het geboortejaar voor Max Havelaar. Ik denk eerst Vincent van Gogh, dat daarna Multatuli Havelaar heeft geschreven. Maar dat zou ook andersom kunnen zijn. Watersnoodramp is 1953. Ik denk dat de televisie er toen al was. Nee, eerst deze. Wow. Snel Remco, snel Remco. Ja. Je hebt niet heel lang meer. 3, 2, 1. Ik in het midden. 1. Oh. Is het helemaal goed? Kijk eens, €250 helemaal van jou. Kijk eens, super, jongen. Gefeliciteerd. Hey, hartstikke goed gedaan. Goed gedaan. Heel erg bedankt voor het kijken en zoals beloofd, jouw vraag om kans te maken op €250. Welke kleur had het doek van Van Gogh aan de waslijn? Laat je antwoord achter op bankgiroloterij.nl/quiz. En wie weet win jij wel die prachtige hoofdprijs. Je vindt daar trouwens ook alle evenementen waar je met heel veel voordeel naartoe kan met je VIP-kaart. Ik zou zeggen, tot de volgende Silent Quizco.